Maar wat is dit? Je wilt horen dat ik anders ben. Anders dan anderen, andere jongen, andere stem. Praten met mijn vader, kijk hem aan in zijn ogen. En ik denk, als ik hulp nodig heb, de enige die bangt. En ik voor hem, hou het onder, hou het recht. Gaat het slecht, moet je zorgen dat het goed gaat. Je kent me niet, ze kennen alleen maar roepnaam. Volle zakken trekken goedkope broek aan. En als je dan kampioen bent, dan krijg je, wat is het, hoe noem je dat, een ring? Geld. Bel. Ja. En een hele grote zak met geld. Ja. Ik heb de bel, heb ik al. Ja. Alleen bij mij houdt hij wat hoger dan bij jullie. Ja. En die grote zak geld, dat is aan mij nooit gegeven. Ja. Nee, hoor. Nee. Nou, weet ik niet. Mijn naam is Ben van Koningsveld. Ik ben wethouder sport en bewegen. Dus we geven wat dat betreft het beleid van sport en bewegen proberen we inhoud te geven. We willen dus eigenlijk zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. En aan het bewegen. En wat dat betreft zijn wij heel blij dat jullie Tariq en Nabil meegenomen hebben. Want dat zijn gewoon ambassadeurs voor de sport. Hé hey mannen, we hebben ook een klein cadeautje. Want we willen wel dat eigenlijk de Amersfoortse trots, dat jullie dat ook een beetje uitdragen. Hoe gaan we dat, vormgeven? Dachten we zelf een mooi cadeautje voor jullie, de Amersfoortse vlag. Altijd goed. Dit is sowieso altijd goed. Dat doen we niet eens. Lijkt uitpakken hoor. Nee, doe maar. Gewoon een mooie vlag. Als jij maar uitpakken, wil ik het wel zien. Kijk. Ja. Kijk dan. Hoeveel jaar? 770 nu? Ja, dat heb ik vroeg. 1259, dus andersom. Andersom, ik heb het nog goed. Ja, heel goed. Ja. Kijk dan jongen, echte keitrekker. Het zijn allebei mannen die ontzettend veel ook gewoon teruggeven aan de stad. Ook gewoon een drive hebben om iets terug te doen voor de jeugd. Of dat nu dan in de carrière of iets later. Maar je proeft gewoon dat ze iets terug willen geven aan de samenleving. Dus daar zijn we gewoon super trots op. Want dit soort sporters, dat zijn gewoon parels. Je bent net ontvangen door de wethouder en de burgemeester komt ook even langs. Wat vond je van die ervaring? Ik vind het fijn. Natuurlijk heb je van de mensen uit de stad zelf al je props gekregen. Maar om nu van de gemeente zelf ook je props te krijgen is alleen maar mooi. Ja, je vertelde in het gesprek dat je dat ook tegen je vader zei. Neem ons even mee. Je vertelt je vader. Je vader was ook trots, toch? Tuurlijk. Mijn vader is hier gekomen als gast. Hij bijde met zijn vader weer. En dan die zijn met het plan gekomen om weer terug te gaan naar het land. En dan uiteindelijk bleven ze hier. En ben ik opgevoed alleen met mijn vader dan. En toen ik hem vertelde dat ik bij de gemeente ben uitgenodigd als door het kickboksen, ja, was hij alleen maar trots en vond hij het heel mooi. En jammer dat hij niet bij kon zijn. Die zijn echt fantastische rolmodellen. Dat vind ik echt heel. Daar ben ik echt trots op. Zie je gewoon uit Amersfoort en echt hele mooie rolmodellen als mens zijn voor. Ja, voor je sport, maar ook gewoon voor de jeugd. Hoe uiteindelijk zitten we ook in de samenleving waarbij je ziet van hey, bewegen is ook niet meer zo natuurlijk als dat het vroeger was. Schermpje vreet enorm veel tijd op. En dat bewegen en samen zijn, dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. Hoe belangrijk is het om rolmodellen te hebben in de sport? Het is super belangrijk om rolmodellen te hebben in de sport. Zeker als ze in en buiten het veld ook gewoon van fijn gedrag zijn. Gewoon aaibare persoonlijkheden die echt dat je zegt van ja, weet je al, als zij het kunnen, dan wil ik het ook. Dus we hebben als Amersfoort hebben we ontzettend veel geluk met de Femkes en de Puks en de Tariqs, Nabil, Spul. We mogen echt niet klagen. We hebben gewoon ontzettend veel wereldtoppers die ook allemaal echt iets terug willen geven aan de samenleving en aan Amersfoort. Dus hoe meer rolmodellen zoals deze, hoe beter. De wethouder gaf al hele mooie woorden aan dat jullie goede rolmodellen zijn, hè, ook voor de jeugd. Zie jij dat ook en vind jij ook dat vanuit je positie dat je ook een rolmodel moet zijn voor de jeugd? Ja, zeker. Ik vind dat we rolmodellen. Ja, kijk, een voorbeeldfiguur, daar kies je niet voor, dat word je. Dus ik vind ook als je al de mogelijkheid krijgt om mensen te inspireren en te motiveren. En zowel je kan het op een goede als een slechte manier doen. Dan vind ik dat je wel dat het ja, toch wel een belangrijk punt is dat je dat met beide handen aanneemt en dat je het ook op de goede manier doet.
Ik ben naar Thailand gegaan op trainingskamp en dat is goed gegaan. Goede weersomstandigheden. De faciliteiten zijn er ook goed. Dus het is top gegaan. Maar met wie ga je dan en hoe ziet zo'n training eruit? Ik ben dan met mijn trainingspartner geweest, Ilyas Hamouche. En dan ook met ja, een soort van assistent van Saïd. Sles ook een hele goede kennis van mij. Die heeft mij daarin ook gesupport. En ja, het hele plaatje klopt daar sowieso al. Dus al ga je desnoods alleen. Alle faciliteiten zijn daar, de trainers zitten daar. Dus nou, zo op een top daar. Nordin Mahdin is uitgevallen met een blessure. En die mocht ik, omdat ik hoog sta in de ranking, mocht ik die. Ja, mocht ik invallen en mag ik tegen Filipovic staan. Nou, nu is het zo dat Nordin natuurlijk ook een teamgenoot is. Dus ik kan me voorstellen dat je natuurlijk als eerste hoort over zo'n blessure. Of in ieder geval dat er wat speelt. Neem me mee, hoe is dat gegaan? Kreeg je een belletje van Glory of zei Saïd van nou, Nordin is, die is geblesseerd, dus misschien ga jij. Hoe is dat precies gegaan en hoe ben je erachter gekomen dat jij... Saïd belde mij, ik was in Thailand. Ik heb ook heel goed contact met Saïd onderhouden. Saïd was eigenlijk een soort van virtueel erbij. En die belde mij even met het nieuws van wat er gebeurd was. En ja, jammer ook voor Nordin. Ik vind natuurlijk zijn teamgenoot en ook een goede broeder van mij. En dus ik was niet per se blij, maar ook weer aan de andere kant toch wel. Want ik heb mijn kans wel in ieder geval dan gekregen. Maar met het nieuws dat Nordin dus uitvalt en dat ik dan opstapje mag. En ja, mijn antwoord was ook dat... Ja, Allah is groot, God is groot en geeft je wat ja, waar je dan ook recht op hebt. Je vecht tegen Filipovic, wat weet je van hem en wat vind je van hem als tegenstander? Ik heb eigenlijk in het begin al om Filipovic gevraagd. Toen ik tegen Bladovic vocht, zei ik al ik wil tegen Filipovic. Ik wil iemand van de ranking. Voor mij, ik heb na 3 partijen in Glory, vond ik wel dat ik het ook de recht had om iemand, of ja, tenminste iemand uit de ranking te krijgen. Dus nee, ik ben blij dat ik hem uiteindelijk wel gekregen heb en ja, het is een goede jongen, hij staat 2-0 in Glory. De partij valt veel over te zeggen natuurlijk, maar ja, ik ben blij dat ik tegen hem mag staan. Hoe ga je tegen hem vechten zo? Net als altijd, drukken.